luister. Kunst, cultuur, muziek en tientallen artiesten. Voor de vijfde keer werd dit weekend het jaarlijkse festival Art Carnivale gehouden aan de oevers van het Schildmeer bij Steendam. Muziek brengen en theater brengen, wat je normaal niet zo makkelijk tot je kunt nemen. Dus iets afwijkend, iets niet helemaal niet commercieel. Je kunt het niet bedenken of het is er. Als je je kindje van 2 meeneemt, kan ze wat doen. Als je je dochter van 16 meeneemt, of zoon of wat dan ook, dat is wat te doen. Jaren 60 vind ik weer. Kijk nou eens naar die figuren om ons heen. Ze is toch schitterend. Art Carnivale is een gratis evenement dat wordt georganiseerd door een groep kunstenaars. Het wordt betaald met de verkoopopbrengsten van eten en drinken en niet te vergeten subsidie. En dat al met al maakt het betaalbaar. En we hebben geen hele dure artiesten. We hebben echt geen hele dure artiesten. Nee, maar heel veel goedkope artiesten. Maar wel goede. Volgens mij is dat 1,5 subsidie hier. En dan denk ik, dat kost de gemeente Slochten heel veel geld. Dat kan niet anders. Maar wij genieten ervan. Ik geniet ervan. Dat kan niet beter. Op het festival hangen schilderijen die deels door kinderen uit een indianenreservaat in Amerika zijn gemaakt. Zij leven onder erbarmelijke omstandigheden. De schilderijen moeten 2.500 euro kosten, maar dat geld wordt goed besteed. We zorgen dan 5 jaar lang voor dat kind wiens droom in dat schilderij zit en voor die familie. Door het mooie weer kwamen meer bezoekers dan ooit op het festival af. Heerlijk. En het weer zit mee, dus wat dat betreft, picobello. We zaten bij ons thuis op het dakterras, werd veel te heet. Dus we zeiden, nou, gaan we even in Steendam kijken of er daar wat leuks te doen is. En het is hartstikke gezellig, dus we vermaken ons prima. Maar, ja, ik denk, als wij geen festival zouden organiseren, zouden hier niet duizenden mensen zijn. Dus het festival, daar gaat het om. En het weer is mooi meegenomen. Een muisterend stijl zo.